Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. In deze vlog zijn we op vakantie in Oostenrijk om natuurlijk te skiën. Ja, dat zagen jullie natuurlijk waarschijnlijk al achter ons, de bergen en de sneeuw. Ja, echt. Oh, oké. Okay. Ja, dat is echt cool. Een paar jaar geleden hadden we onze allereerste vlog gemaakt in een ander dorp, maar we zijn nu dus in een nieuw dorp. Kietsboe! Yeah. En we gaan jullie vandaag gewoon lekker meenemen. Het wordt echt een superleuke dag. We gaan bij een heel leuk tentje lunchen. Dus ik heb er echt zin in. Wij zijn er klaar voor. Lekker skiën. En het gaat heel lekker weer worden, dus top. Ja, ik heb er echt zin in. Het is nog wel een beetje vroeg, maar komt goed. Trouwens, wil je die vlog van een paar jaar geleden zien? Hij staat hier ergens in het i'tje. Hij is echt super grappig en wel schattig. Ja, en dan gaan we nu beginnen. En hebben jullie zin in deze vlog? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk allemaal op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan gaan we skiën. Goedemorgen, Jana en ik gaan dus vandaag op skivakantie naar een nieuw plekje. Het heet namelijk Kietsboe en ik heb er echt super veel zin in. We zijn er nog nooit geweest en mijn koffer is natuurlijk al ingepakt. En hij zit echt best wel vol zoals je ziet. En je ziet ook deze leuke rode jas. En die jas, die hebben we namelijk van Goldberg gekregen. En ik heb daar natuurlijk ook nog broeken bij. Maar die zitten hier ergens in deze koffer. Ik heb ook allemaal truien en ook een paar t-shirts mee, want het wordt echt super lekker weer. Normaal zitten nu op school. Ja, okay. Op vakantie is dit best wel vroeg. Ja, we gaan straks gewoon wat lekkers halen bij het ontbijt. En ik heb best wel, ik heb een beetje honger. Ja, het is wel erg. Het is belangrijk om te ontbijten als je gaat skiën. Ja, we zijn hier denk ik al 3 dagen. En ik was dus gisteren mijn telefoon kwijt geraakt, ik was gevallen. En toen vloog hij zo uit mijn zak, maar ik had geen idee dat hij eruit was. Wij hebben nog helemaal zitten zoeken op de plek waar Gina is gevallen. Ik ging ze helemaal alles opgraven. Ja, ik dacht misschien ligt hier nog, want het was daar echt super diep waar ik was gevallen. We konden haar niet vinden, En mijn moeder bleef maar bellen. En ja, mijn moeder bleef maar bellen. En toen belde iemand terug, gelukkig. En nu heb ik hem weer. Ze laat hem niet meer los. Nee, zeker niet meer. Nee. Maar laten we nu even lekker ontbijt gaan halen, want ik heb trek. Oké, nou we zijn nu dus bij de skiverhuur. En Gina is even voor skis ruilen. En we hebben dus allemaal zo'n locker. En daar zitten dus onze skis in en onze skischoenen. Dus we gaan nu even onze skis aan. Nou, onze skis nog niet, maar onze skischoenen wel. Die gaan we even aandoen. De outfit of the day. Ja, dit is een broek met zo'n mooie streep. Deze trui, want ja, dat vind ik gewoon leuk onder skikleding. En deze mooie jas. En deze helm. Leuk. Nou, ik heb dus deze heerlijke groene schoenen. I love it. En deze witte broek. Ja. Leuk. En ja, een soort thermoshirt, want het is natuurlijk zo koud. En deze jas. En we matchen een beetje met de kleur met de trui en de jas. Alles is een beetje rood vandaag. En ik heb een zwarte helm. Ja, dus let's go. Bijna aan het beeld. Oh, en ik heb een rugzak. Oh ja, ik ook. Oké, we zitten dus nu eindelijk in het skiliftje. Het rijden was echt een half uur. Maar ja, we hebben ons wel vermaakt. Maar we gaan dus hier naar boven en dan is het al bijna 11 uur. Ja, dus nou ja, we doen gewoon lekker rustig aan, want we hebben geen les meer. Ik heb echt heel veel zin om te skiën, want het is echt super lekker weer, de zon schijnt. Dus ja. We zijn dus nu echt helemaal boven en we gaan dus nu lekker skiën. Yes, we zijn er helemaal klaar voor. I know, het is zo heet. Ja, maar als je eenmaal bezig bent, dan valt het wel weer mee. Ja, ik heb trouwens ook een GoPro mee. Die zit in de tas. En die gaan we straks opdoen. En dan zien jullie gewoon wat shotjes dat we lekker aan het skiën zijn. Ja. En ik hoop dan niet dat we vallen, want dan krijg je dat ook mee. Dat je gewoon bam met je gezicht vol in de sneeuw. En dan die GoPro. Dat had Gina gisteren. Ja, dat had eigenlijk echt gefilmd moeten worden, maar helaas. Team Dierentuin is er natuurlijk ook bij. Yay. Nola en Luca. Let's go! We hebben net even een stoeltjeslifje gepakt en we gaan nu lekker dus echt skiën. Ja, en we gaan dus nu de zwarte piste doen, dus woe! Lekker spannend! Ja. Volgens mij staan we een beetje ingezoomd. Oh ja, oh mijn god, ik zie het. Anyways, we gaan dus nu de zwarte piste doen. En hij is daar, Nola en Luca gaan er ook vanaf. Ja, heel stoer. Heel gaaf jongens, echt.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nou, we gaan nu lekker skiën en niet vallen, hè? Oké, okay, kijk, daar is het bosje. Oh, lekker dan. Lekker dan. We zitten echt bij een super leuk zaakje. Ik laat het zo even zien, een shotje hierna. En ik heb best wat trek. Ja, we gaan nu even lekker lunchen. We hebben net natuurlijk even geskiet. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het is. Nee, ik heb ook echt nog geen idee, maar het is echt helemaal vol. En het ziet er echt heel leuk uit. Het is een schattig huisje. Ja, kijk hoe leuk. Echt zo leuk. Echt mooi in de piste met super mooi uitzicht natuurlijk. Oh, trouwens, we gaan niet gelijk verder skiën, want wij zitten elke dag na het lunchen in een lichtstoel in de zon. We gaan even zonnen 40 minuten. En dat is zo chill, dus dat gaan we vandaag denk ik wel weer doen, hè? Zeker weten. Zeker weten. Ja, dat zagen we natuurlijk al, hè? Spotten! Nou, we liggen hoor. We liggen op onze stoelen. Oh, we liggen zo lekker in de zon. Het is echt top. En we hebben gummy bears. Zo lekker. Nou, wij gaan nu eventjes lekker zonnen. Oh ja, zonnebril af. Oh ja, inderdaad. Ik krijg wat panda. Ja, Gina en ik doen echt helemaal mutsen af en zonnebrillen af. Oh ja, mitsen ook. Ja, anders heb je hier zo'n lijn. Oh ja. Gina en ik hebben een afspeellijst gemaakt. Ja. En die is skivaren. En dan gaan we die even opzetten. Ja. Oké, we hebben net gegeten en we hadden allebei pasta aan te laten. Ja, dat was echt lekker. Ja. En zullen we even doen, want het is goed? Nee. Nee. Heb jij pech? Nee. Loek, pas op. We gaan straks skiën. Ja, wat doe je op skivakantie? Ja. Snowboarden. Ja, we gaan dus straks skiën. En jongens, zullen snowboarders het snowboardvakantie noemen? Doen mensen die snowboarden, het is niet skivakantie, maar snowboardvakantie? Geen maar idee. Zit het in de reacties? Ja. Oké, okay, maar we gaan straks dus skiën en we hebben er heel veel zin in, toch Loek? Ja. Nou, we hebben net even lekker gezond, hè? Ja, lekker. En we gaan nu even een leuke foto maken, want dit ziet er best wel leuk uit. Al die skis. Ja, als een hekje. We lagen zo lekker net. Oh, ik kan er echt de hele dag blijven liggen. Ja, ik ook. Ik blijf het liefst ook wel liggen. Ja, maar ja. Nu even deze leuke foto maken en dan weer door. Woehoe! Dat was heel papperig. We staan er weer. We staan er hoor. Hey, daar is Loekie ook. Ik moest allemaal mensen omkijken. Allemaal mensen sneden me af. Oh, gemeis. Oh. Bij mij ging het wel. Kijk, daar staat een helikopter. Ongelukkig. Net ook een helikopter en er was iemand op een zwarte piste gevallen. En het was zo eng, die werd opgehaald aan zo'n touwtje. Ja, aan een touw. Die ging dan in de lucht. Oh, die sleepte met twee mannen om zich heen hangend. Gewoon over het hele dal weer vloog. Het was zo eng. Oh. Ja. Maar ja, dus wij hopen niks te breken. Oh, afkloppen. Oké, okay, en we gaan verder. Zet van een piste en echt, hoe zit mijn haar op het moment? Mijne ook, wat is er aan de hand? Wat is er met mijn vlechtje gebeurd? Opnieuw, nee. Ja, ik ga het straks wel opnieuw doen hoor. Nee, straks ga ik het los doen. Even stylen en dan... Dan kunnen we weer. Dan kunnen we weer. Ik ga dus in het dorp in. Yes, want het is echt een superleuk dorp. Ja, en ik ben kapot van het skiën. Jij was lekker met de lift naar beneden gegaan. Ja, die wou nog helemaal naar beneden skiën op dat ijsgestuk. En het was wel fijn. Kwart over vier, dus ik dacht, het is oké. Het is genoeg voor vandaag. Maar oké, we gaan nu eens nog even het dorpje in. Er zijn allemaal leuke winkeltjes, misschien even wat lekkers halen. We maken er wat leuks van. We maken er wat leuks van. We hadden zo'n avontuur laatst. Hebben we dit nog niet verteld? Nee.
Nou, we gingen eten in het hotel. En we hadden zo'n zin in een McFlurry. Want we zitten hier dus in de middle of nowhere in een Oostenrijkse dorp. Een McDonald's. Ik wou zeggen McFlurry. Nou, was het maar zo. Wij lopen op zo'n eng Oostenrijkse weg. Helemaal donker. Maar wij wisten de weg niet. Dus oversteken, hoog. Maar wij... Gevaarlijk. Oké, want we moeten daar naartoe. Nou ja, weggekwijt in Oostenrijk. Oké, maar we gingen dus eerst lopen, maar we wisten eerst de weg nog niet, weet je. Dus toen vroegen we het gewoon aan mensen, die zeiden, ja, come with us. Dat is eigenlijk best dom, maar... Ja, maar zij gingen gewoon 10 meter voor ons lopen, weet je. Dus wij dachten niet van, oh, die moeten wat. Dus dat was gewoon goed en zo. Toen was het juist keer weer even met McFlurry voor, ook voor Lola en Luca. Was de machine kapot? Nou, je had ons kop moeten zien. Het was zo erg. We waren echt van, is het broken? Echt, ik heb nog filmpjes op mijn telefoon staan dat ze teruglopen in het donker. Zo bang. Nou, het kon echt niet. Staat hij scherp? Hallo? Ja, daar zijn we weer. Uh-huh. En bij Gina ook op een gegeven moment, kijk die sneeuwpop. Ja, en dan ging ook op een gegeven moment de auto naast toeteren, dus daar helemaal. Ja, het was echt gek. Eng. Het avontuur van de dag. Even kijken, toeristenwinkel. Mijn arm is pijn. Zullen we een cadeautje voor Nola en Luca kopen? Het is heel fout. Ja. Zullen we dat doen? Ja, we gaan zo'n steekhelm kopen. Oké, we gaan Kom, nu we gaan kijken in de toeristenwinkel. Oh my god, wat heb jij op? Hiervan? Nee, doe deze pantoffels. Nee, doe deze pantoffels. Ja, zijn skischoenen. Oh, ik zag daar wat voor de helm. Ja, kijk. Oh, wat leuk dit. Ik hou van hun verschut zetten. Ja, dat vind ik echt prachtig. Ja, hier. Kijk, de pingwing voor de helm. Dit gaan we doen. Dit ga ik echt doen. Je ziet allemaal van die kinderen en die hebben die dingen op hun helm. Ziet maar er dan zo... Maar hele lelijke. Ja, maar het deze, ziet er zo... Deze voor ja, met allemaal horens. Oh, kijk. Dat is deze. Oh my god, dat is zo maar fout. Maar moet je hem nu niet van afpakken? Oh nee, deze is ook erg. Nu denken mensen dat we dit voor onszelf gaan kopen. Oké, deze. Dat is ook gênant. Voor wie is die? Weet ik nog niet, kijk maar zo wel. Maar dan voor op je helm, hè? Ja, die is echt heel prachtig. Ze lopen langs ons, ik heb heel snel ons ding achter ons. Oké. Doei! Sorry. Wat nog meer? Doe die Spider-Man. Nou, ja, maar het moet eigenlijk heel lelijk zijn. Doe deze, deze is echt lelijk. Want deze is echt heel lelijk. Ja, deze is echt heel lelijk, doe die maar. Oké, nou, we gaan dus dit kopen. Heel fout. Ja, maar zij liepen net ook langs, ze hebben ons door. Ja, ze weten wel dat we iets aan het doen zijn, denk ik. Oké. Oh, wat love it. Oké, zullen we dan deze voor Lola doen en deze voor Luca? Ja. Ik denk dat Luca gek wordt, dat hij denkt... Oh, dat weet ik wel zeker. Daar zit mijn vader, daar zit Luca nog. Wat hebben ze voor iets lekkers? Dat wil ik ook. Wat hebben ze? Wat hebben ze? Oprecht, wat hebben ze? Ik denk dat ik weet wat ze hebben. Wat? Dat die broodjes tent daar. Dat willen wij ook. Wat? Ik vind het een eng gangetje. Stop! Hier, ze hebben hotdogs. Daarom is Luca hier. Ah, nu snap ik het. Luca houdt zo van hotdogs. Willen we dit? Ik heb daar niets van zin in. Kom, we gaan even naar de supermarkt. Ja, we moeten zo even ontwijken. Wij willen ook wat leuks voor onszelf. Ja, iets heel leuks. Hier, ik zie het al. Wat? Hier, supermarkt. Hier, chocola halen. Ja. Oké, laten we elkaar nemen. Ja. Yeah. Moet ik de camera pakken? Oh, dit mag sowieso niet. Lichaam bezig. Nee, niet doen. Niet doen. Maar, oh, die zijn lekker. Stop. Ga gewoon alles meenemen. Stop. Doe relax. Nee, meer naar voor. Deze zijn zo lekker. Zullen we dat nemen? Ik heb nog nooit geproefd. Die Milka. We gaan het buiten proeven. Neem mee. Met Oreo. We gaan dingen proeven die we nog nooit hebben geproefd. Oké, kom. Oh, Reese's. Pak ze. Oh, ik hou van deze. I love it. Dat is echt mijn favoriet. Kinderei. Zie je die roze? Pak die roze. Pak die roze. Wauw, we zagen echt precies hetzelfde. Wat zit daarin? Roze. Oh my god. Wat zit hierin? Oh, omdat roze. Het 50 jaar bestaat. Ja, zal vast wel lekker zijn. Wat is dit voor het gek? Het is een soort van Milka Twinkies. Meenemen? Ja. Nee. Die sensations, die zijn zo lekker. Dit? Oeh, die heb ik nog nooit op. Die zijn heel lekker. Oké, mee. Auw. Mijn rug. Oh nee. Oké, nou jongens. Wat vinden jullie van deze vlog? Duimpje.
Ik vind het wel. Ik vind het dus wel echt een spanning en sensatie. We hebben echt veel gehaald ook. Ja. Alleen maar chocola. Ja. Nee, willen we die eieren ook? Eén ei niet. Nee, twee eieren niet. Jawel, misschien nee. Is het wel een roze ei. We hebben gisteren al een ei gehad. Misschien is het wel een roze ei. Nee, dat denk ik niet. Ik ga even settelen. Ik moet even mijn plekje vinden. Oké, wat gaan we als eerst proberen? Deze. Ja, dit heb ik dus nog nooit op, jij wel? Ik hou van Oostenrijk. Die wat is zoveel Milka chocola. Ja. Oeh, wat mooi. Een lepel. Twee. Asmer. Dat kunnen we niet. Nee, dat kunnen we niet. En nu moet je hem openbreken. Dat weet ik wel, maar... En dan haalt het er zo af. Oeh. Het gaat helemaal fout bij mij. Nee, dat Lip. Gaat niet. Jawel. Nee, dat wel. Je kan het. Nee. Het is heel lekker. Milka Loffel ei. Aanrader. Oké, we gaan dus nu de tenders proberen. Nieuw ding, nummer 2. Er zitten er zo ook maar 4 in, terwijl het gewoon best een groot pak is. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik vind dat het nog wel. Graag dat je het gewoon weer niet open. Jij vindt het heel lekker. Ja, man. De laatste. Nou, we hebben nog wel 1 ding meer. Trouwens, hebben die eieren weggelegd. Nu is het tijd voor Milka. Hier word je echt tijd op? Ja, hier word je. Ik heb dit nog nooit op. Hier word je echt tijd. Ja, dus jij weet gewoon al dat het lekker ja, is. Ja, maar dan leer ik nog iets. Dat is de vee. We mogen gewoon hapje verder. Dit is zo lekker. Nou, we hebben gewoon gemorven. We zijn gewoon helemaal speechless. Ja. Dat denk ik wel op. Oké. Dus eerst deze, dan het ei en dan dit deze Twinky Dinky. Ja. We love Milka. No sponsors, allemaal zelf verkocht. Oké, nou dit was het een dorpvlog. We maken nog wel wat shotjes, want het is echt super mooi. Ben ik mooi. Ja, hij staat alleen op jaren. Oké. We hebben ons lekker volgestopt weer. Ja. Ik voel me er wel vrolijk van. Ik ook. Hele enthousiaste Nola en Luca dan. Oké, jongens, we hebben dus een cadeautje voor jullie gekocht. Ik denk echt dat jullie het super leuk gaan vinden. Ja? Oké, gooi maar eerst een naar Nola. En de ander naar Luca. En maak maar open. Oké, wat denken jullie? Dit is vooral voor je skihelm. Heb je wel heel snel geraden. Nou, Mano. Doe eens op je kop. Doe jij daar ook eens op. Wat verkeerd om! Luca, je moet hem anders doen. Wat vinden jullie van dit cadeau, jongens? Lelijk. Oh. Ja. Ah. Ik ben al heel blij. Wat zeggen jullie dan? Dankjewel. Knuffel, je vlieg. Ja. Gaan jullie hem morgen opdoen? Nee. Eén koor ook nog wel. Oké, nou dit was dus onze dag in Kiesboel en het was echt super leuk. Ja, het was echt een super leuke dag. En vonden jullie de vlog leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk allemaal op ons YouTube kanaal. En dan nog een vraag voor jullie. Zijn jullie een skier of een snowboarder? Wij zijn skiers zoals jullie deze vlog hebben gezien. Ja. Maar we willen wel heel graag snowboarden leren. Precies. Gaan een les doen, hè? Ja, dus laat het zeker even weten in reacties. En zien we jullie volgende week. Ja. Doei! Doei!